Yo mensen van Wesker Games, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Community Craft. Ik weet nogmaals niet welk nummer het is, want ik heb vandaag al zo'n 8 afleveringen opgenomen in ongeveer 8 uur tijd. Welkom terug. De laatste keer waren wij gestopt in deze mine. We vonden deze mineshaft en ik vond het wel genoeg voor die aflevering, dus ben ik gestopt. En nu gaan wij verder en ik hoor meteen spiders en dat is foute boel, dus we gaan rennen. Shit, dat is een groot ding. Ik heb eigenlijk toortjes nodig, want dan weet ik waar ik ben geweest. Oh, wacht. Tuurlijk, dat kan ik nou maken. Weet, gaan jullie weg? Oh my god, volgens mij potionen die jou nou. Oh, dat dacht ik al. Shit, hé. Hij staat op hard. Dus die dingen potionen jou. En dat is kloten. Dus dat ding gaan wij gewoon ontwijken. En wij gaan hier toortjes van maken. Zo. Hoppa, hoppa, hoppa. Ja, komt maar, dankjewel. Zo. Even kijken, hoor, meer toortjes. Ik heb heel veel toortjes nodig. Zo. Ja, dankjewel. Gaan we deze ook nog even pakken. Eén ding weten we alvast. Spidey spawners meteen ontwijken. Oh my god, komt hij daar nou doorheen? What the fuck doe jij? Glitcher ding. Me no like you. Zo, pakken we hier ook even wat hout vandaan. En dan kunnen wij waarschijnlijk precies een hele stack. Toch net niet. Nee, ik dacht even, we pakken een hele mooie stack vol met dingen, maar dat gaat het dus niet worden. Wij rennen deze richting in en pakken deze grote lading iron ook en gold erachter. Super chill jongens, dit gaat weer lekker jongens. Minen is echt leuk op dit moment. Altijd, op het begin is minen altijd leuk, want dan zit alles er nog. Wij gaan deze kant op. Niet die kant op, want die loopt dood. En deze kant ook. Wat hebben we? Dacht ik al. Ik dacht dat ik al iets zag. Maar ik wist niet zeker. We gaan hier zo in. Hier zit waarschijnlijk ook al niks. Nee, ik zit er wel even in het zicht. Zo. Oh shit. No. Dan gaan we hier zo in. Hopelijk vinden we hier wel iets. Zoals dit bijvoorbeeld. Super chill. Bedankt. En dan moet jij eigenlijk even weg. Zo, zo, zo. Ja, kom maar omhoog. En dan gaan we zo hier bovenop. En dan gaan we jou dichten. Zo. Zo. Als goed is dit nou dicht. Dan gaat dit nou weg. Ja. No! Bitch! You son of a bitch. We gaan even hier zo staan. Gaan we jou ondertussen even afblokken. Hier even regenen. Want dat ding heeft mij aardig gedamaged. Voor een klein rotspinnetje. Even kijken hoor. Zit hier nog wat stomme kopweb. Laat me gaan. Wat zit hier allemaal? Hier zit niet veel meer. Dus dan gaan we je torch inzetten. En dan gaan we weer terug. En dan hakken we deze weg. En dan gaan wij hierin. Want hier zag ik namelijk wel iets. Namelijk een cave met lapis en iron. En een creeper in de verte, die ik niet zo aardig vind. Zijn er trouwens, zouden er ook creepers zijn die mij wel aardig vinden en die mij niet boom doen? Deze waarschijnlijk wel, zo te zien. Niet bij mijn lapis, bitch. Zo, geluk. Even kijken, gaan we hier torches neerzetten? Dan zijn we hier ook geweest. Oh, godverdomme, die vliegen, jongen. Zitten me echt te fuck gewoon. Wij gaan hierin. Vind ik een mooie weg. Pakken deze iron mee. Hoppa. En dan gaan we. Oh, dit gaat hem niet worden. Gaan we verder omhoog. Zitten we hier weer torch neer? Zijn we hier geweest? Deze nemen we mee. En daar zijn we geweest. Oké, geweldig. Wij gaan weer hierin. Nou, hier zijn we ook nog niet geweest. Dit is echt een grote mine, jongens. Dit vind ik echt geweldig. Dit vind ik echt vet ook gewoon. Dit is eigenlijk de grootste mine die ik tot nu toe ben tegengekomen. Oh wow, what the heck. Sneaky son of a bitch. Mijn armor is ook niet helemaal heel meer. Het is ook bijna kapot. Dus moet ik ook even mee opletten. Dus dit soort klappen kan ik eigenlijk niet veel meer verdragen. Om het even netjes te zeggen. Zo, en dan gaan we dit pakken. Ja. We zijn eigenlijk weer level 30 jongens. Holy shit, kunnen we weer iets gaan enchanten. Maak bijvoorbeeld even een diamond zwaard. Het zou nice zijn. Zo, iron.
Oh, hier zit veel oors, jongens. Hier zit veel oors, zo te zien. Even kijken. Redstone. Zie ik. En hier hebben wij iron. Zo. Dan doen we deze. En dan gaan we wegrennen voor die zombie. Want dan pakken we met onze skills. Hoppa. En dan gaan wij hierheen. Dan pakken we jou ook met onze skills. Hoppa. Zo, en dan gaan wij deze kant op even. Ik heb geen zin om daarin te lopen, dus daar gaan we niet heen. Gaan we deze kant op. Even kijken, zo. Nog meer iron. Iron hebben we echt heel veel, bijna 2 stacks, jongens. Dit is echt een hele grote mine dit, holy shit. Oh, what the heck. Hoe durf je? Zo. Even kijken, wat zit hier allemaal nog? We zitten wel op laag 24, dus diamonds zullen we hier niet gaan vinden. Dit loopt dood, oké. Hij is dood. Dankjewel. Hier zat nog een kleine mine, volgens mij niet al te groot, want dat zou doodlopen. Dit zou moeten doodlopen. Eerst pakken we de iron eruit. Hier zo zat nog, ja, ik dacht al, ik ben iets vergeten nou. Dan zit hier nog, alweer. Iron vinden we echt heel veel. Zo. En, oh, dit loopt helemaal niet dood. Geintje. Hier, gaan we weer naar beneden. Waarschijnlijk, misschien vinden we hier diamonds. Nee, laag 15. Bijna, bijna jongens. Hier zouden we diamonds kunnen vinden. In deze. Maar ik verwacht niet al te veel. Want diamonds zijn diamonds minder snel te vinden als de game mode op hard staat. Dat weet ik namelijk niet. Laat dat ook even achter in de, laat dat even achter in de reacties, jongens. Als jij op hard speelt in plaats van op easy of normal, zijn diamonds dan moeilijker te vinden dan normaal? Dat is wel een leuke vraag. Dat kan ik misschien wel aan Edwin vragen, die weet er alles van waarschijnlijk. Even kijken, we pakken deze gold. Zo, en dan gaan we hierin. Naar beneden. Dikke lavapoel hier. En, oh my god jongens, het is zover, we hebben fucking diamonds gevonden. Oh yes, eindelijk. Nu maar hopen dat die dingen niet in de lava vallen ergens. Dat zou namelijk super kut zijn. Zo, zo, zo. Hoppa jongens. 7 diamonds in de pocket. Die nemen we mee. Hier zit ook niks meer. Ik ga denk ik richting huis terug. Want ik voel me niet meer zo veilig in die caves. En ik wil eigenlijk nou langzaam stoppen met opnemen. Want ik ben alweer 8 uur Community Craft aan het spelen. En ik heb al 8 afleveringen opgenomen. Dus genoeg voor 2 weken ongeveer. En ik ga die 2 weken nog wel opnemen. Dus geen zorgen. Maar ik heb dus in ieder geval een voorraadje gemaakt. Ik ga nu even kijken hierheen. Die ben ik nu niet geweest. Zo, dan pakken we deze mee. Jammer dat we geen fortune hebben, jongens. Dat is heel jammer. Zo, gaan we. Nee, daar zit niks meer. Zijn we daar al geweest? Ja, daar komen we uit net. Wat de heck. We gaan weer langzaam omhoog. Wat zit hier? Holy shit. Dat is niet zo chill als we daarin vallen. Helemaal niet met de diamonds die we nou hebben. Oh, sneaky bastard. No way. Oh, en een sting. Ding. Witch. Die. Headshot, bitch. Hoppa, die is dood. Hier kregen we dus alleen niks van. Dat is een beetje jammer. Ik hoop echt dat we daar een keer een goede potion van krijgen ofzo. Dat is mogelijk volgens mij. Ik heb het een keer ergens gezien. Dat je daar potions uit kan krijgen. Super vet. Wat? Oh, shit. Shit. Nee, ren. Geef me een torch. Zo, dankjewel. Gaan wij hierin. Kijken of hier nog iets te vinden valt. Ik niet. Nee. Ja. Nemen we deze weer mee. Daarin. Hier wil ik in. Ja, hier zo. Even kijken waar we hier uitkomen. Is dit voor gevaarlijk iets? Daar wil ik niet in. Oh, toch wel dus. Blijkbaar. Zo. Die weg. Die weg. En dan springen we. En dan zijn we hier. Niks. Fucking chill. We gaan weer omhoog, jongens. Ik ga langzaam omhoog minen. En dan ga ik even de koorts kijken, jongens. Want ik heb de koorts namelijk opgeslagen van ons eiland. Dus dan kunnen we daar gewoon naartoe. En dan gaan we daar. Oh, stomme kutvlieg. Sorry hoor, maar ik ben helemaal gek van die dingen. En dat er op me zitten. Ik weet dat ik sexy ben, maar nee. Geintje, jongens. Die was er even uit. Maar
blijf gewoon even van me af, ja? Kutvlieg. Het zou super fijn zijn. Waar gaan we heen? Hierin, denk ik. Want ik weet niet meer waar de uitgang is. Ik ben daar maar random overal heen gerend en heb niet opgelet waar ik nog wel en niet ben geweest. Ik denk dat ik hier nu niet... Hier ben ik wel geweest. Misschien moet ik hier wel in. Ik weet namelijk niet, jongens. Ik moet die mineshaft vinden. Daar, denk ik. Daarboven. Zit hier allemaal nog. Hey, Creeper, vriendelijke vriend. Oké, okay, nou ben je mijn vrienden meer. Nu haat ik je. Zo, holy shit, ik ben echt fucking moe, jongens. Het is ondertussen 3:30 s'nachts. Ik weet nog wel dat ik een aantal afleveringen geleden, of vorige aflevering, was het 2:30 in de nacht. En het is nu een uur later. Ik ben alles achter elkaar aan het opnemen, jongens. Dus ik heb nog geen reacties van jullie bekeken. Sorry daarvoor, daar kan ik gewoon niks aan doen. Maar, oh, je bitch, vang mijn water op. Zo kan ik hier in ieder geval rustig langs. Waarom staat het ding nou opeens in de fik? What the fuck? Kun je niet tegen water of zo, hè? Pussy, meat. Wat zit hier allemaal nog? Oh, dat is niet slim. En een wortel kan ik daar niet plaatsen. Zo, iron. Wat zit hierboven nog? Oh, redstone. Nog meer iron. Zo. Even kijken. Nou, nog meer iron. Super chill. Iron hebben we ook echt zo weinig. En dat moeten we ook echt zo hebben. Want ja, het is gewoon belangrijk. En we hebben niet zoveel iron. En het is moeilijk te vinden. En ik heb het al de hele dag niet gevonden. En ik ben zo blij nou. Even kijken hoor. Torch. Dit is dan wel weer slim dit zo. Kan die ook blijven op zich? Nee, trouwens. Ik weet hier zo niet eens pleuren. Volgens mij zag ik daar... Oh nee, toch niet. Het is een beetje dirt. Dat hebben we niet. Oh, hier hebben we weer gold. Nog meer iron. Zo. Pakken we deze ook mee. Hoeveel gold hebben wij? 29. Super chill. Kunnen wij weer blocks van maken? Kunnen wij weer decoratie van maken? Of eventueel een gold apple als we genoeg hebben. En of we daar interesse in hebben. Even kijken hoor. Wat zag ik hier? Een bed. Ga jij ook eens even dood? Wat zit hier allemaal, jongens? Het is... Wat de heck? Ik schrok me dood. Stiekem helemaal niet, maar... En mijn torch zijn bijna op. En daar zit een skeleton die ik niet aardig vind. Oh, die is gevallen. Haha, noob. Even kijken. Hoe lang zijn we al bezig, jongens? Holy shit. Moet ik hier nog een derde aflevering van maken of zo? Ben ik eigenlijk niet van plan. Nee, dit gaat omhoog. Ik wil gewoon... Diamonds vinden eventueel nog. En anders ga ik gewoon weg. En dan ga ik gewoon terug naar het eiland. Dan gaan we jou even afslachten en jouw vriend ook. Hier jongen, de dodge. Oh, wat zeg ik? Oh my god, ik ging hier bijna dood. Het is echt sneaky dit. Ik zie geen diamonds. Nee. Wel iron, thanks, nice. Iron, dat zocht ik, want dat heb ik niet. Ofzo. Het is echt te laat voor opname. Oh yes! In welke laag zitten wij dan? 14, oh, hij staat precies op 13. Hoppa, diamonds. Nice dit, jongens. Echt fucking nice dit. Nog een skeleton. En een zombie. Wat? 4 hits? Wat de heck? Ik weet wel dat ik niet zo'n goed zwaard heb, maar volgens mij ging hij wel in, had hij wel in 3 hits dood mogen zijn. Zo. Pakken we deze iron nog. We zijn echt rijk opeens, jongens. Echt heel rijk. Zou ik het rijk zijn van heel Community Craft? Ik weet eigenlijk niet. Ik ben opeens super actief. Dat is echt niet normaal. Ik ben waarschijnlijk ook al het langst online van allemaal. Nou, dat weet ik trouwens niet. Dat is iets om over te twijfelen. Want ik ben wel al 8 uur online nou. Kan ik dat zien? Oh, 7,5 uur. Dat is geen 8 uur, jongens. Sorry. En dan te bedenken dat wij er pas sinds 7:30 op kunnen. Zo lang. 7:30 in de avond. En het is nu 4:30 in de nacht. Dus dat is best wel redelijk goed. Ik heb niet veel anders gedaan dan Community Craft. Die staan opeens 2 zombies. Fucking chill. Die allebei is dood. Oh, ook dus allebei 4. Oh, wat de heck. Dat was een dikke dubbelkill. One hit. Even kijken hier, jongens. Ik plaats me geen toort. Ik ga hier gewoon langzaam omhoog, denk ik, jongens. Ik ben klaar met minen voor vandaag. Ik heb genoeg gemined. Ik heb waarschijnlijk bijna 3 stacks iron. En 1/2 stack gold. Ik heb... Oh! Fuck yeah, een spanner jongens, we hebben een spanner jongens. Holy shit, hoe ver is dit van mijn ding af? Ja, ja, ja. Houden dit, gewoon een goede weg naartoe maken. Ja, dit nemen we allemaal mee. Cat, hoppa.
Zo, en deze doen we hiervoor. Oh my god, jongens. Fucking GG well played. Even kijken wat hier nu. Wacht, ik maak hier eerst even een screenshot van de courts. Ja, dankjewel. Dankjewel, wat doe jij hier nou? Oh my god, wat de heck? Wat de heck doe ik allemaal? Wat zit hier nog? Nee, maar niet veel, want het zit op laag. Oh, 11, wat de heck? Oh my... Holy shit, jongens. Holy shit, holy shit, holy shit. Holy fuck, jongens. Dit is echt de perfecte aflevering, jongens. Weer diamonds gevonden. We hebben een spawner gevonden. 3 keer diamonds. Holy shit. Zo. Oh nee! Oh yes. Ik heb water bij. Ach, gelukkig. Mine deze iron ook nog even mee. En die ook. Ik kan gewoon niet stoppen, jongens. Ik kan gewoon niet stoppen. Mijn inventory zit vol. Dus dan moeten we spullen gaan droppen. En dan droppen wij deze. We hebben gewoon 3 stacks plus iron. Zo. Wat zit hierboven allemaal? Nog meer iron, natuurlijk. Iron hebben we ook echt helemaal niet. En hoe vaak heb ik die grap al gemaakt, deze aflevering? Dit is de 3e keer waarschijnlijk, als jullie goed mee hebben geteld. Goud hier nog. Holy shit. Weet je wat? Ik maak hier gewoon nog een 3e aflevering van. Dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Community Craft. Vonden jullie deze aflevering nou leuk? Geef de video dan even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op Wesker Games? Abonneer dan even. En dan check ik jullie heel graag later. Ciao.